Mijn dagboek wordt mijn beste vriendin. Want die heb ik dus niet. Een echte beste vriendin. Ik noem die vriendin Kitty. Ik ga veel brieven aan Kitty schrijven. Ik kan bijna niet wachten om te beginnen. Ik wil zo graag schrijven. Voor haar dertiende verjaardag krijgt Anne Frank een dagboek. Het is geen gewone verjaardag, want het is oorlog. En Anne en haar familie moeten onderduiken in het achterhuis. In haar dagboek schrijft Anne al haar geheimen op. Tot 1 augustus 1944. Want op die dag worden de onderduikers ontdekt. Anne Frank schreef van 1942 tot 1944 in haar dagboek. Ze schreef over van alles: over haar familie, haar vrienden en vriendinnen, over haar aanbidders, over de dingen die ze meemaakte en wat ze deed in haar vrije tijd. Ze schreef over haar gevoelens voor haar ouders en haar zus, over de boeken die ze las, over de filmsterren die ze geweldig vond, over de jongens op wie ze verliefd werd allemaal heel gewoon voor een tienermeisje. Toch is Anne's dagboek geen gewoon dagboek. Dat komt door twee dingen: 1. Anne was ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945. Ze woonde in een verborgen huis in Amsterdam. Twee jaar lang kwam zij niet buiten. Twee jaar lang voelde ze geen wind, geen zon en geen regen op haar gezicht. 2. Anne kon heel goed schrijven. Wij vinden dat iedereen Annes dagboek moet kunnen lezen, jong en oud, om te begrijpen hoe erg het is om niet vrij te zijn. Daarom is dit boek geschreven. Mijn naam is Anne. Het is makkelijk te lezen en niet zo dik als Annes dagboek. Maar het geeft wel een duidelijk beeld van Annes leven. Hoe het was voor een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog. Lieve Kitty, ik wil je heel veel vertellen over mijn school, mijn vriendinnen en over alle jongens die achter me aanlopen. Over mijn vader, hij heet Otto, maar ik noem hem Pim. Ik hou heel veel van hem. Over mijn moeder, Edith. Ik hou ook wel van haar, maar niet zoveel als van mijn vader. Over mijn zus Margot. Zij is zestien, ze is lief, mooi en goed op school. Perfect dus. Ik ben niet perfect, helemaal niet perfect, maar dat vertel ik allemaal later wel. Eerst moet ik iets over onze familie zeggen. Over de familie, Frank. Wij komen uit Duitsland. Mijn vader werkte daar bij een bank. De bank was van de familie. Het was geen grote bank, maar toch werd onze familie rijk. Totdat er een crisis kwam. Toen ging het ineens heel slecht met de bank en met veel andere banken in Duitsland ook, en met de winkels en met de fabrieken. Overal ging het slecht. Veel mensen hadden geen werk meer. Maar er was een nog groter probleem: de nieuwe leider van Duitsland. Hij heet Hitler en hij heeft een hekel aan Joden. Hij geeft de Joden de schuld van de crisis en hij maakt het leven erg moeilijk voor hen. Er kwamen wetten tegen Joden. Joden mochten niet meer werken voor de gemeente of leraar zijn. Joodse kinderen moesten in aparte klassen zitten en nog veel meer wetten. Mijn ouders werden bang, want wij zijn Joods. Mijn vader wilde naar Nederland gaan, want in Nederland waren toen nog geen wetten tegen Joden. In Nederland mochten Joden hetzelfde als alle andere mensen. Wij gingen naar Amsterdam. Mijn vader, mijn moeder Margot en ik Lieve Kitty, mijn vader heeft een bedrijf, dat heb ik verteld. Dat bedrijf verkoopt een middel om zelf chem te maken, opekta. Ze verkopen ook allerlei kruiden. Wij wonen boven het magazijn van Opecta. In het magazijn werken mensen, werknemers van mijn vader. Zij weten niet dat wij boven hun hoofd wonen. Daarom moeten wij overdag doodstil zijn. Zachtjes praten, voorzichtig over de krakende vloeren lopen. Niet de kraan gebruiken en de wc overdag niet te vaak doortrekken. Zes mensen van het bedrijf weten het wel. Dat zijn onze helpers. Miep en Jan Gies, Beb Voskuil en haar vader Johan Voskuil, Victor Koegler en Johannes Kleiman. Tussen de middag hebben de werknemers pauze. Dan zijn de mannen uit het magazijn niet in het gebouw. Onze helpers kunnen dan veilig bij ons komen. Of na vijf uur. Als de andere werknemers naar huis zijn, onze helpers doen boodschappen en vertellen wat er buiten gebeurt. Vaak eten één of twee helpers tussen de middag gezellig met ons mee. S avonds en in het weekend kunnen wij ons gang gaan. We moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn. We kunnen dan ook naar beneden, naar vaders kantoor. Daar staat een radio. We luisteren graag naar Radio Oranje vanuit Engeland. Op Radio Oranje wordt verteld hoe het echt gaat met de oorlog. Want wat de Duitsers vertellen is niet waar. Zij vertellen alleen maar goede dingen over Hitler en Duitsland. Het is natuurlijk verboden om naar Radio Oranje te luisteren, maar onderduiken mag ook niet.